Welkom huurders, welkom Amsterdammers, welkom buitenlui. Het actiecomité stopt erg pak plan. Het actiecomité stopt erg pak plan gemeente Amsterdam. Heet jullie van harte welkom. Wat geweldig dat jullie in deze getallen op zijn komen dagen. We staan hier ook voor een hele belangrijke zaak. Het actiecomité bestaat uit de SEBA, de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam, de Nederlandse Vereniging van Erfpachters, de Verontruste Erfpachters Amsterdam en de Erfpachters Buitenveldert. En wij hebben... Wij hebben deze demonstratie opgeroepen, omdat het erfpachtplan wat er nu voor ligt gewoon helemaal niet deugt. En jullie laten ook zo meteen horen dat het niet deugt. We willen bereiken dat het absurde plan van tafel gaat. En we willen ook eens met verantwoordelijken aan tafel gaan zitten. We hebben in het verleden alleen kopjes koffie mogen drinken. En nu willen we echt over de inhoud praten. En waarom? Omdat we een contractrelatie hebben als erfpachters met de gemeente Amsterdam. En we niet meer eenzijdig laten dicteren wat er gaat gebeuren. De gemeente heeft ons steeds genegeerd. Waren ze nou bang omdat de waarheid boven tafel zou komen? Ik heb zelfs een verzoek op de wet openbaar bestuur gedaan om de achterliggende stukken op tafel te krijgen. Nou, er was meer zwart dan wit, dus dat gaat ook allemaal nergens over. Dus ze zijn gewoon bang dat wij inzicht krijgen in de fouten. Maar goed, we zijn zo slim met z'n allen dat we dat inzicht zelf gekregen hebben inmiddels. En dat laat ik jullie zo meteen even zien. Het is een historische dag inmiddels in de erfpachtsgeschiedenis van Amsterdam. Ik denk dat er nooit zoveel mensen op het been zijn gekomen om iets te zeggen over erfpacht of iets te vinden over erfpacht. En de quote voor vandaag is denk ik dat we ons niet laten bestelen. In januari hebben we de rekentool en de documenten van de overstapregeling gekregen. En we zijn allemaal erg geschrokken. Ik denk dat sommigen meer geschrokken zijn dan anderen. Maar in de totaliteit zijn we gewoon, nou ja, absurde plan, absurde bedragen. Dat kan niet. En daarvoor staan we hier. Uit nadere bestudering blijkt dat de gemeente ons vermogen steelt. Er wordt inbreuk gemaakt op ons erfpachtrecht. Als het aan de gemeente ligt, krijgen wij de waarde van de stenen. En de gemeente neemt de rest. En dat likken we niet. De waarde van ons erfpachtrecht is een veelvoud van wat de gemeente ons toebedeelt. En dat kan gewoon niet. Wij bezitten niet de juridische eigendom van de stenen, maar we krijgen ze wel toegeschoven van de gemeente en dat kan gewoon niet. De gemeente begrijpt niet wat erfpacht is. Is dat nou onkunde of sluwheid? Erfpacht is ook heel erg moeilijk, maar hier is sprake van openlijke diefstal. De diefstal is nu blootgelegd, het erfpachtplan moet van tafel en wij moeten nu aan tafel. Later in deze bijeenkomst vragen jullie te laten horen of jullie het eens zijn of oneens met de erfpachtplannen. Ik geloof dat jullie het niet eens zijn met de erfpachtplannen. Even een dingetje van orde. Doe zuinig met de protestborden, want die hebben we nog nodig, denk ik een keer. Ik denk dat we nog niet klaar zijn met deze bijeenkomst. Ik bedank ook hier even de flyeraars. Die hebben gezorgd dat er 10.000 flyers door Amsterdam verspreid werden. Yeah!
om erin te blijven wonen. En dan, op een willekeurig moment in hun leven, krijgen ze opeens een claim aan de broek voor de helft of een derde van de actuele marktprijs. Zodat ze moeten verkassen. Wat voor beleid worden. En de erfpachters zijn de dupe. Wij wonen, ons appartementenflat in Buitenveldert is gebouwd ongeveer 28 jaar geleden. Er was toen nog geen 35.000 euro erfpacht. Wat moeten wij gaan betalen? 3,2 miljoen. Zijn ze echt gek geworden of willen ze het niet weten? Onze wet. Het is ontzettend belangrijk, want ik ben ontzettend blij dat hij hier staat, maar ga naar het Facebook Erfpachters Amsterdam, laat uw stem horen, maar ga vandaag vooral hier naar binnen. En woont u in de buurt van Buitenveldert, kom 7 februari protesteren. Want dan is er weer zo'n informatiebijeenkomst waar we niks te vertellen hebben. Bewoners hebben recht op hun stem te laten horen. Dus wij moeten aan tafel. Ja! Met name voor de middengebied. Dat die zo erg stijgt en dat mensen van gewone mensen niet meer de stad kunnen wonen, de stad niet meer kunnen betalen. En dat is goed, daar maken we een grote zorgen over. Maar in plaats van alles gemeen.